Welkom op mijn YouTube-kanaal. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben de eigenaar van dit YouTube-kanaal. Oh, hoe tof is dat? En ik ga even een blokje kiezen. Even kijken, ik ben een boekenkast. Ik ben vandaag Enzo Knol, de boekenkast. En Ronald, wat ben jij vandaag? Ik ben een boekenkast. Ik zit hier op een steen te springen. Oké, wacht. Ik ben niet Enzo Knol, de boekenkast. Ik ben Enzo Knol, de Knolpower boekenkast. Ja, hey! Ja. Hey, hallo daar. Oké, laten we eventjes een mooie plek gaan uitzoeken in Hide and Seek. Hebben jullie er super veel zin in en vinden jullie het leuk dat we Hide and Seek doen? Doe dan zeker weten even een blauw duimpje omhoog. En dan gaan wij proberen om jullie weer een mooie aflevering te geven. Kan je hier misschien ergens naar boven? Ik weet het niet. Of wacht. Als jij hem nou hier neerzet, je boekenkast. Ja, dan ga jij hierop staan. Ja, dan kan ik misschien daarop staan. Go for it. Oh, even kijken. Nu kan het. Oh ja, kijk dan joh. Kijk, nu kan ik gewoon... Oh, dat is wel een goeie. Ja, ik denk dat dit misschien wel kan werken. Wacht. Oh, je kan ook gewoon via een trapje. Kijk eens aan deze kant. Ik zie het. Via een trapje omhoog. Oké, zou ik aan de andere kant staan, zodat dat wat minder opvalt? Oh, als ik dat red, hè. Ik ga het zo ook proberen. Ja! Ik ben er! Kijk waar ik sta! Ik ga hier wel even staan. Oké, ik doe meteen even de tand. Hoppakee. Oh ja, dat is ook wel een goed plekje daar ergens, met die bankjes. Gewoon achter zo'n bankje. Ja, hier. Of daarnaast. Nee, naast dat bankje en dat houtstukje. Hier. Ja, daar zo. Oké, wij gaan het winnen en zo. 1, 2, hoppakee. Ik denk dat dat een goeie is. Ja? Valt het niet op of zo? Nee, wacht. Ja, ik weet niet. Ik zit even te denken, want deze boekenkast ziet er best wel willekeurig uit. Ja. Misschien kan ik dit wel doen. Ja, goeie. Snap je? Want dan ziet het er gewoon uit van, hey, het hoort gewoon bij elkaar. Wat is een tand? Hey, nice. Dit is de Knolpowerbank. Huppakee, dat is een iets waard. Ja, dit is gewoon een nieuw item op knolpower.nl. Het is gewoon een Knolpowerbank. Gewoon een volledige kast. Oh, we worden verraden. Oh nee. We worden blijf verraden. Oh, en zelfs dat blaadje hier zo. Kijk dan. Dit is een depje, water. Oh my god. Yo. Dit is zo eng. Ik vind Hide and Seek altijd eng. Het is eng. Ja, het is zeker weten eng. Al helemaal als je die hartkloppingen in beeld ziet. Dat doek doek. Ja, doek, ja. Doek. Ik raak meteen in stress hoor. Zag je dat voor ons? Hier, ga ik het laten zien? Ja, ik ga het laten zien. Hier zo voor ons. Ja. Hierboven. Oh kijk, daar zit iemand gewoon beneden. Echt? Ja, die zit gewoon hierin. Oh, dat is ook slim. Oh, dat is echt een ziek plekje. Oké, we gaan weer terug. Kan ik misschien op hem? Even kijken hoor. 1, 2. Oh, nu staat hij gewoon onder mij. Wat voor episch plekje is dat? Oh, zullen wij dat doen? Volgende ronde? Gewoon zoiets vinden? Ja, dat lijkt me een goeie. Oh, wacht. Oh. Ik zie daar iemand. Ik ga heel even wachten. Komt hij hierheen? Nee, ga weg. Nee. Oké, Enzo. Ik ben dood. Als je doodgaat, we gaan even cheaten. We gaan cheaten. Ga bij me staan. Ja. En doe alsof je er al bent geweest. Oh, is dat cheaten? Dat is helemaal geen cheaten. Ah! Enzo! Ik ben niet boos! Ik ben teleurgesteld! Ik zie je, Ronald! Zit hij nog achter me aan? Ja, hij zit heel vlak achter je aan. Oké, ik ga hem juken. Hij is weg, maar ik ben nu achter je aan. Oké. Of ben jij dit niet? Ren jij langs? Hey, daar ben jij wel. Oké, Enzo. Ja. Ik ga ergens staan. En jij doet alsof je me nooit hebt gezien, oké? Oké, is goed. Oké, ik ga... Nou, dit is zo obvious. Ik ga hier gewoon staan. Ja, ik zal gewoon in dat hoekje gaan staan. Ik denk dat het op zich best nog een goede plek is. Hier beginnen namelijk mensen met zoeken. En meestal waar ze beginnen, daar rennen ze meteen van weg. Ja. Maar weet je wat nu een beetje... Ja, aan de ene kant is het lullig, maar aan de andere kant ook niet. Want het gebeurt mij ook altijd bij mij. Maar kijk, nu ga ik naar dat plekje rennen waar wij aan het verstoppen waren. En dan ga ik die kerel in de grond ga ik kapot slaan. Dude, ze zien me hier gewoon niet, hè? Nee, dat weet ik. Het is een te opvallend plekje om te denken dat daar iemand verstopt zit. Oh, dep. Ik kan alleen dat plekje niet meer vinden waar wij verstopt staat. Ik zie hem al, rennen. Ik denk dat hij al gevonden is. Kijk, daar is hij. Poink. Oké, maar ik vind het nu zo eng. Ik heb nog 50 seconden om dit te overleven. Enzo, kom op. Kun je zo bij me staan en doe al... Oh. Ja, ik heb hem. En deze pak ik ook, sorry jongen.
Sorry, ja, ik heb 2 mensen achter elkaar gepakt. Nu moet ik alleen het... Ja, ik heb het bosje ook. Ik heb 3 mensen achter elkaar, ja. Er zijn nu nog maar 2 harders waarvan jij 1 bent, Ronald. Ik vind het dus zo spannend. Ze lopen allemaal langs me. Het is een boekenkast. Even kijken. Ja, ik ben de boekenkast. En het is nog zo'n bosje. En dat bosje gaan we, denk ik, nooit vinden. Oké, 14 seconden. Dat bosje is echt te goed. Als je hier een bosje bent, oh, dan heb je het echt goed voor elkaar. Nog 10 seconden. 8, 6, 5. Kijk hoeveel bosjes je hebt. Dat kan 2. Toch nooit? Ja! Yeah! Oh, je bent de laatste hider. Hey! De allerlaatste ben je. Deb, oh. Yeah, yeah. Level 5 boekenkast. Oh kijk, ik ben nummer 2 Seek Killer. Hey! We staan allebei in de top 3. Huppakee. Oh, wij zijn goed, man. Lekker gedaan, man. Ja, oh, dit gaan we nooit meer vergeten. Never forget. Never forget. Mooi moment uit mijn leven. Ja? Als ik ooit vraag in een interview, wat was nou echt een hoogtepunt, dan zeg ik de hide and seek met Ronald. Deal, staat vast. Oké, laten we eens even kijken voor welke map gaan we. Foot. We kunnen 1, Maxis City. Villa. Ja, ik heb Villa? Villa. Ja. Oké, dan stem ik ook op 3. Villa willen hebben. Dan gaan we gewoon op Villa stemmen. Hoppakee, die map heeft 6 stemmen, dus het wordt sowieso Villa. Ja. En eigenlijk moet ik straks even gaan kijken wat voor blokjes ik allemaal kan kopen. Want volgens mij, ik heb nog nooit een blokje gekocht. Kan je blokjes kopen? Ja, je kan bepaalde blokjes. Je kan bijvoorbeeld, volgens mij is dat de allerduurste die er is. En dat is een diamond blok. En die kan je gaan kopen. En ja, dat is zo goud, hè. Als je, nou, diamond is niet goud, maar dat is het is zo'n goed blokje. Oh, wat gaan we zijn? Je kan heel veel kiezen hier zo, maar ik denk dat ik toch voor dat bloempotje ga, hoor. Die knolpower bloempot. Oh, man. Wat ga jij doen? Bloempot. Ook een bloempot, hè? Ja, dat is het smerigste wat er is. Ja, die is wel echt heel erg smerig, okay. Omdat die zo ik klein is. Ik sta op de rode auto te springen. Ah ja, ik zie jou hier zo. Ik ben kunnen wij niet doen alsof wij een sirene zijn? We zouden hier gewoon stil kunnen gaan staan. Gewoon in elkaar. Maar het vervelende is dat mensen... kijk, die meloen die gaat bijvoorbeeld... Wat gaat hij doen? Maar die weet nu gewoon dat wij hier zijn. Ja, dat is het hem een beetje. Je moet ook voor zorgen dat mensen niet weten waar je bent. Weet je wat trouwens een supergoed plekje is? Nou? Oké, hij rent ons voorbij. Zie je, dit is een te duidelijk plekje dat ze het verwachten. Maar kijk, kom eens met me mee naar die fontein. Ja? Oké, je kan namelijk ook in de fontein hier zo. Echt? Ja, als het goed is wel. Hier, ik ben gewoon verstopt in de fontein. Oh, dat is slim. Zie je? Ik ga op de top staan. Kan je helemaal bovenop staan? Ja. Ja. Ik zie je bovenop. Oh mijn god, werkt dat? Even kijken, ik word er wel afgeduwd. Oh, niet meer. Hey! Sta je nu gewoon stil? Oh, ja. Het werkt gewoon, Ronald. Goed, hè? Wat een gouden plekje is dat dan. Yo, dat is echt een hele goede plek, hè? Oh, jij staat ook wel goed. Maar bij jou heb je geen water. Nee, ik heb geen water. Bij mij zie ik wel gewoon water. Nee, bij mij niet. Oh, echt? Dus dat hele waterstukje bij mij is weg? Ja. Oh, dat is wel onhandig. Ja. Maar wat ook wel... Wacht, even kijken. Er is niemand doodgegaan of zo? Nee, ik ga heel even kijken. Misschien kan ik hier wel in de boom of zo. Of naast de boomstam staan of zo. Want dan val je echt niet op, hè? Even kijken. Oh, kijk, ik kan gewoon op de boom. Oh, er is daar iemand. Ja. Kijk, ik ben nu gewoon hier zo op de boom. Oh, je kan via hier gewoon ook omhoog. Kijk waar ik ben. Oh, ik zie het. Hey, man. Kijk dan hoe hoog ik kan. Nog hoger, nog hoger. Even kijken. Ja, ik moet heel even opletten dat mensen... blijf daar staan. Blijf zo. Ja, dit is een gouden plek, toch? Ja. Oh, mijn god. Onze plekjes. Allebei onze plekjes zijn gewoon echt briljant. Ik denk wel dat ik word gepakt straks. Nou, ik weet het niet hoor, Ronald. Je hebt echt een hele goede plek. Valt het niet op? Nou, zo'n bloempot boven op een fontein is best vreemd, maar... ik weet niet. Het is misschien te voor de... Oh mijn god, wow. Er zit een gozer onder mij in de boom en die laat gewoon een schaap afgaan.
Ik wil ook een schaapplaat afgaan. Ik ga kijken of ik nog hoger kan. Nee, ik kan niet hoger dan dit. Wow! Heb ik mezelf nou verraden? Even kijken. Kijk uit! Oh ja, er is daar iemand. Ik probeer hoger te komen, maar dat kan niet, zoals jullie zien. Dus ik blijf gewoon hier staan. Oh, wij gaan dit weer winnen hoor, Enzo! Ja, wat ook een hele goeie is in deze map, dat is... ik liet net een tand... Laat jij eens een schaap afgaan. Dat heb ik al net gedaan. Oh, daar is iemand bij jou in de buurt. Oh, die gaat naar binnen. En wat ook een hele goede plek is hier, dat is om in het veld te gaan, in het grasveld, en om daar gewoon ergens te staan als bloempot in een plant. Dat deed ik altijd. Ja, dat hebben we wel vaak gedaan. Dat is wel een hele goede. Maar deze plek is eigenlijk wel origineler. Ja. Plus, ja, lekker chillen. Wat zo chill is, je ziet nu gewoon alles. Ja, je kan inderdaad een beetje kijken waar mensen overal heen gaan, terwijl wij gewoon een goede verstopplek hebben. Ja. Oh, kijk, daar is hij weer. Dit is zo mooi. Ik zit heel even te kijken hier zo. Misschien kan ik hier zo op dit stukje blad. Maar daar kunnen ze wel bij. Oh, shit. Oh, oh. Hij rende voorbij, hoor. Dit is echt het smerigste plekje ooit. Hij is echt goed, hoor. Dat water boven is wel weg. Of zie jij dat jij nog water hebt daar? Ik zie ook wel dat ik water heb. Ja, maar dat water is wel weg. Dus het valt wat dat betreft wel een beetje op. Maar toch, het is dom. Het is voor de hand liggend, weet je wel. Dus mensen gaan er dan niet van uit. Nee. Oh, mijn god. Ja. Wat zou jij denken als je op een paal een bucket ziet, een flauwe pot? Hi, flauwe pot with potions, zegt iemand. Oh ja, die zit in mijn boom. Hi, Miles in the tree. Hi, Miles in de boom. Ja, die Miles die zit hier ergens onder. Ik weet niet wat die is. Oh, die is ook een bloempot. Hi, nice. Flower pot underneath the tree. Dus ik zeg nu hi, bloempot onder de boom. Oh, trouwens, nog een paar seconden. Nog 40 seconden. Ja, dat gaat de goede kant op. Oh, ik heb onder de boom gezegd. Oh, hij gaat naar je toe. Oh, hij gaat naar je toe. Ik leid hem af met potions. Oh! Hij heeft je gevonden. Oh, nee, hij rent weer weg. Oh, shit. Ik kom daar later alweer terug. Oh, iemand anders die hier gaat nu achter jou aan. Ja, maar hij zal me kwijtraken, hoor. Want ik ben macho, man. Oh, hij gaat naar binnen. Hij denkt jou af te snijden. Maar... Ah! Oh-oh. Oh-oh. Okay. En zo. Als ik dood... Oh, dit overleef ik wel. Oh, nee, toch niet! Nee! Oh, zagen jullie dat? Zagen jullie dat? Ik heb hem gewoon geschokt. Oh, dit is heerlijk. Hij ging hier boven in de boom, maar ik ging snel via de achterkant hier weg. En ik ging hier stilstaan. Kijk, hij denkt nog dat ik die bloempot ben. Oh, wat een heerlijk potje was dit, Ronald. Ik ben de laatste 5 seconden doodgegaan. Ben je nog doodgegaan? Ja. Nee, dat kan niet, hoor. Laatste 5 seconden, man. Oh, dat is echt heel erg zuur. Zullen we Venice Bridge doen? Venice Bridge, dat klinkt wel heel cool. Vote voor 5. Venice Bridge. Oké, okay, en dan gaan we hierna gaan we eventjes kijken in de webshop. En dan niet op knolpauw.nl, maar dan gaan we even in de webshop van Hide and Seek kijken. Knolpauw.nl mag je ook wel op kijken. Daar mag je ook wel op kijken. Ja, er zijn echt heel veel nieuwe spullen gekomen op knolpauw.nl. En ook een paar toffe aanbiedingen. Dus ik zou zeggen, als je wil kijken, dan kijk je even op knolpauw.nl. Maar hier een bloempot, die is bijna level 9 voor mij. Dat is het hoogste wat ik heb dan. Dus ik ga gewoon weer de bloempot zijn, ja. Ik mag... Okay. Ik heb helemaal nog niet mogen kiezen welke ik word. Nee, misschien word je wel de Seeker. Dat zou ook kunnen. Ik ben een beacon! Ik ben een beacon, bedoel je? Nee, een beacon met kaas. Een beacon met kaas, een stukje bacon. Oké, waar ben je? Ik ben hier aan het springen. Oh ja, ik zie jou. Ik ben hier zo nu naast. Ik loop op de trap nu. Ik ben hier op de trap aan het springen. Ja, ik volg je. Oké, kom maar. Oké, nu wordt het even uitvogelen. Ik ben op de ijsblok. Op de ijsblok. Ja. Oké, kom hier, ga naar links. Ja. En dan gaan we terug, want hier loopt het dood. We gaan weg hier. Okay. Volgens mij weet ik hier een heel vies plekje voor jou. Oh, ja. Kijk dan. Oh mijn god, je kan hier gewoon naar boven. Ja. Oh, kijk. Oh, ik wilde daarop springen. Zag je dat? Ja, ik... poep. Oh, stel voor ik kan dat. Oh, wacht. Wil jij hier eens op gaan staan? Hier zo? Waar? Waar ik sta, hier zo, bij die boekenkast en dat stukje gras.
Ja, wil je daar stil gaan staan? Ja, natuurlijk, altijd. Oh, er zijn hier echt te veel mensen. Kijk. Maakt niet uit. Oh, ik wilde daar op, maar dat gaat niet helaas. Yo, ik denk echt dat we ergens komen. We moeten ergens anders heen. Er zijn hier te veel mensen, man. Ja, ja, ja. Oh, okay, shit. Ik zie je, daar komt al iemand. Dus we moeten hier echt weg. Ik ben naar boven gegaan. Oh, kijk, je kan hier natuurlijk. Oh, oh kijk. Ja. Dit is dat ene gouden plekje. Hallo. Hallo. Ja, moet je, oh, mijn god, nee, we moeten hier weg. Mensen zien ons allemaal via dat plekje daar. Oh, ja. Want daar spawnen ze allemaal. Oh. Okay, waar ben jij? Ja, ik ben nog steeds een goed plekje aan het zoeken. Hé. Hey. Ja, ik kan wel hier gaan staan. Oh! Oké, daar komt iemand aan. Ik ben waarschijnlijk dood. Maar Enzo, ik zal je beschermen met mijn volledige hart. Oké, ik sta hier nog. Ik zit eventjes te kijken. Hier komen gewoon al die seekers en dat zijn er veel. Dus dit wordt echt een heel erg moeilijk potje om te overleven. En okay, sowieso gaan mensen mij hier ontdekken, dus ik moet een nieuwe plek vinden, maar ik weet niet waar. Nee, blijf daar staan. We gaan mijn tactiek doen. De ik ben hier al geweest, ga ergens anders naartoe tactiek. Oké, okay, ik heb nu best wel een goed plekje, denk ik. Ja, waar ben je? Oké, okay, ik kan hier niet solen, dat is wel een beetje jammer. Zo. Maar waar ben je nu? Oh, ren door. Yes. Oh, nee. Oh. En trouwens, ik ben gekke Fries, dus wees niet bang voor gekke Fries. Oh ja, ik zag je voorbij rennen. Oké, dus jij bent hier ergens. Ja, je rent me al 2 keer voor mij. Je rent 3 keer voor mij. Oké, ik weet waar je bent. Ja, ik je weet zag me, je zag me. Ja. Ik doe alsof, ik ga gewoon niet heten zo. Oh nee, ik heb een leuk idee. Ga eens gewoon voor me staan. Ja, ga zo voor me staan, ja. Hallo, weten jullie misschien waar we zijn? Oké, je moet zo blijven stilstaan, ietsjes naar achter. Ja? Ja, ietsjes naar rechts en niet gebukt. Ja, zo ja. Zo, nu zien ze mij niet, denk ik. Ja, klopt. Als ik op F5 klik, zie je jezelf. Nee, je niet. Ziet... zie je, dit is de Ronald-tactiek. Het is misschien een beetje smerig, maar het is het waard. Ja, dit is een smerige tactiek, maar zo zien ze mij nooit. Oh, er zijn nog maar 2 verstoppers waaronder ik 1 ben. Ja, wij spelen dit legit. Volgens mij is dit geen eens cheaten. Het is gewoon super slim. Het is samenwerken. Het is cheat. Ja. Jij cheat niet, ik cheat. Nee, ik wil helemaal niet dat je hier gaat staan, Ronald. Oh, kijk die Gumi. Hey, Gumi, alles kids achterin. Ja. Wat gebeurt hier? Ga alsjeblieft verder. Nee! Nee! Ik bescherm je Enzo! Nee! Ik ben gevonden! Die Gumi die had mij gezien. Nee, die sloeg je dan per ongeluk. Ja, hij sloeg jou omdat jullie op elkaar aan het slaan waren, hitte hij mij 2 keer. En ik moest weg, want als ik nog 1 keer gehit zou worden, was ik dood. Het was wel echt een super goede strategie, though. We gaan dit vaker doen. We gaan deze onthouden. Ja, we gaan deze zeker onthouden. Lijkt mij een goed plan. Ja, wij waren... Dit was een... Je had het bijna overleefd. Ja, ik had het bijna overleefd. Er is nu nog eentje over. Dus ik denk dat die op zich wel hier ergens kan zijn. Want op het begin waren hier echt heel veel mensen. Maar waar ze... Daarboven is die niet. Daar ook niet. Ik heb een potje met... Met vet. Oh, nog 40 seconden. Waar zou die dan zijn? Een beetje van die smerige plekjes zoals hierboven misschien. Gewoon van die hele simpele plekken. Ja, misschien wel een simpele, ja. Want nu doe ik allemaal veel te moeilijk. Gewoon waar die niet solid is. Zo speelde ik altijd. Ik wou niet solid zijn. Ja, als je eenmaal solid bent, dus dat je gewoon zeg maar een legaal plekje hebt waar je vast komt te staan. Ja. Dan word je juist gevonden. Oh, maar ik heb te weinig tijd om te zoeken. Ik kan nog niet alles af zijn gegaan. Hier, er zijn nog 13 seconden. Ja, ja, deze is, dit heeft hij wel goed gedaan, hè? Ja, ik heb te weinig tijd om goed te zoeken. Hij heeft het goed gespeeld. 2-1, huppakee. Ah, balen. Ik wil dan weten waar die zit. Het is wel jammer dat ze dat niet laten zien. Nee. Wil ik wel eens weten waar die zit. You did it, man. Ja, ik je ben was wel tweede geworden. Tweede, ja, daar ben ik wel heel erg blij mee op zich. Oké, we gaan nog... Goeie prestatie. De volgende potje gaan we sowieso winnen. Ja, ik ga nu heel eventjes kijken in de shop. Even kijken, die Ninja Nick.
Waar zie je de shop? Kijk, ik heb 3000, dat zie je hier rechts. Ik heb, nu zie je Party Owner, maar je zag net 3000 punten heb ik. Mm-hmm. En een diamond block is 6000 tokens. En ik heb er 3000, echt? Ja. Ik heb er 5. Zo, een TNT block is 8000 tokens. Echt? Ja. Yep. Waar vond jij die shop? Die shop is gewoon bij Ninja Nick in de lobby. Je hebt ook cosmetic core, ik weet niet wat dat is. Oh, dat zijn gewoon allemaal effecten. Nou, dat is wel geinig, maar dat is, vind ik niet mijn punten waard. Want die punten krijg je heel moeilijk. Mm-hmm. Maar wat ik bijvoorbeeld wel kan kopen is een bosje. Ik kan leaves kopen, dat is denk ik wel een hele goeie. Redstone lamp, ik kan een meloen kopen. Ik denk dat ik het bosje... Ja, ik heb het bosje gekocht. Ja, ik ga ook even. Ninja Nick zit dus in dat lobby van Hide and Seek. Ja, die zit in die lobby van Hide and Seek, ja. Oké, loop ik er ook even naartoe. Ik heb dus leaves heb ik gekocht. Dat is het enige wat ik denk. Of nee, ik denk ook... nee, ik denk dat ik het daarbij laat. Ik heb nu leaves gekocht. Als jij een hele goede wil, je hebt 2000 tokens, dan zou ik of obsidian of ijs kopen. Nee, ik heb bijna 5000. Wow, echt? Ja, ik ga voor iron block. Oh, dat is ook een hele goede, man. Ik heb Iron Block gekocht. Nice. Oké, dan gaan we nu een potje spelen. En dan, ja, ik wou zeggen, dan hoop ik dat je de Iron Block krijgt. Maar die kan je gewoon altijd kiezen als je wil. Ja. We did it. We can do it, man. Yes. Oké, dan ga ik voten voor Lotus. Want Lotus is de naam van een bloem. Mm-hmm. Dat lijkt me wel een leuke. Dan gaan we eens eventjes winnen met onze nieuwe blok. Een bosje en een Iron Block. Ja. Weet je wat ik laatst deed trouwens? Hoppakee. Oh, even kijken, wacht even. Iron Block, ja! Mijn Oak Leaves is al level 3. What? Nou, dan kan je hem wel in een map krijgen, die Leaves, maar niet in alle mappen. Kijk, want zoals in deze map, dat kan je, volgens mij kan je het zo heel makkelijk zien. Hier kan je geen Leaves kiezen. Nee. Dus dan kan ik gewoon... Hoppakee, ik ben Leaves. En ik ben de Iron Block. En nu kun je elkaar heel makkelijk vinden. Oh, ik ga jou wel volgen, ja? Ben jij dit? Ik ben... Oh, wacht. Waar ben jij? Oh ja, ik ben dit hier nog. Hey, Oké, ga maar. Maar die boom is ook van iron. Kijk, hier is een boom. Ja. Wacht, oh my god. Maar ik mag niet opvallen. Nee, jij mag niet opvallen. Kijk, hier heb je leaves. Dus ik moet ergens bij zo'n... Oh, kijk, daar heb je leaves. Hieronder heb ik iron blocks. Een soort van. Waaronder? Oh ja, ik zie het. Oh. Dat is wel een rete goed plekje, zeg. Ik denk niet dat ik op... Val ik op? Nee, ik denk... Nee. Ik denk echt dat jij de gouden plek hebt, Ronald. Ja! Yeah! Oh. Ik denk het wel. Ik moet nu heel even kijken waar ik goed ben als Leaves. Ik denk dat ik een plekje heb gevonden, maar ik wil even wachten tot dat poppetje daar weg is. Kijk, nu ga ik. Ik vind het zulke spel altijd zo spannend. Ik denk dat dit echt een hele goeie is. Maar ik kan hier niet solid staan... Maar ik denk dat als ik zo sta, dat ik niet opval. Ik zit altijd zo van... Het is juist beter als je niet solid bent. Oh, of ik moet daar gaan staan, in dat hoekje. Ik denk dat ik daar ga staan. Hier zo. Ja. Yeah. Oh. Nee, niet kijken. Oké. Ik denk dat dit serieus niet opvalt. Ik denk echt dat ik een... Oh. Zagen jullie dat? Hij sloeg letterlijk naast mij. Zag jij dat ook? Ja. Hij sloeg letterlijk naast mij op de crafting table. Iets van 2 of 3 keer. Oh, ik vind het spannend, man. Oh, kijk, bij jou is het gewoon zo. Als ze op jou springen, dan weet je gewoon, oké, je bent de Sjaak. Maar bij mij is het zo dat ze echt nog wel heel vaak langs me kunnen rennen. Een beetje wat we eerst hadden. Ja. Dit is echt spannend. Oké, ik ga deze straks gebruiken. Oké. Als ze rennen gewoon allemaal voorbij mij. Maar dat komt dus gewoon omdat we zo'n item hebben die niet opvalt. Die niet standaard te kiezen is. Nee. Ik bedenk me nu, waarom stond ik gewoon niet op de boot zelf? Ja, dat zou kunnen, maar daar komen ze wel eerder. Ze rennen de hele tijd langs mij over die pressure plates. Weet je hoe zenuwslopend dit is? Ze lopen ook langs mij. Ik zit zo van, ik ga lekker... Met een stoel naar achteren en helemaal niks doen. Gewoon lekker chillen, man. Heerlijk chillen. Ik ben bijna level 4. Nog even heel eventjes en dan ben ik level 4. Yeah. Ik hoor de hele tijd een soort van... Ghast of zo. Hoor je dat? Ghast? Dat is een tand. Oh, is dat een tand? Oh ja, dat is zo'n geluidje die je kan doen.
Deze. Hoorde je dat? Ja, nu hoor ik hem. Ja, ik hoorde hem. Oké, ik ga er ook eentje doen, ja? Zo'n geluidje. Oké, ik ga een vark doen. Oh, hoorde je die? Dat was gewoon letterlijk één knor. Ja! Oké. Op die climax, man! Oké, een creeper. Ik hoorde hem geen eens. Ik hoorde alleen dat ik even omhoog ging. Ik heb ook varken gedaan, hoorde je hem? Nee. Oh, kom maar, Angry Enderman. Hoorde je die wel? Nee. Hey, ik hoor iemand deed het een Ender Dragon doen. Die is wel episch, man. Hoorde je die? Ook niet. Oh mijn god. Oh, Messi die rent weer voorbij mij. Altijd weer die Messi, hè? Oh, dan weet ik het nu ook officieel. Nu zie ik echt waar je bent. Net was het een beetje vreemd. Was het een beetje... Ik kan je net niet zien. Oh, ik heb echt een gouden plek, jongen. Ook al moet ik zeggen dat de zoekers het niet zo heel erg goed doen. Nee, ze zijn slecht, man. Ja. Of wij zijn goed. Ja, we hebben wel een goed plekje, maar er zijn nog 15 verstoppers, hè. Dat is veel, hoor. Ze doen het echt heel erg slecht, maar... kan jij dat misschien zien? Zijn er weer allemaal mensen op zo'n boot? Nee, niemand. Maar ze zijn er wel allemaal op het ijs. Oh, ze zijn allemaal op het ijs aan het rennen. Yo, ik hoor zoveel geluiden de hele tijd. Wow, ik zie heel veel zoekers nu naar één bepaalde plek gaan. Hey, Messi. Ja, Messi zie ik. Ah, nee, fuck you, Messi! Heeft hij je? Ja! Oh, heeft hij je gekild of niet? Nee, ik leef nog. Ik ben nu lekker aan het rennen op het ijs. Dat doe zoals gewoonlijk. Oh, ik sta hier dan nog steeds echt heerlijk, hoor. Oh, misschien moet ik op die crafting table gaan staan. Misschien is dat nog beter. Messi is vervelend, man. Ik denk dat ik dit ga doen. Ik denk dat dit nog beter is. Want dan sta ik zeg maar in één strook met alle... Kijk dan. Ik denk dat dit nog beter is. Nu sta ik helemaal in verhouding met alle... Met alle bosjes. Kijk hoeveel mensen ik achter me aan heb redden. Oh, dat kun je niet zien waarschijnlijk. Even kijken. Wie heb je achter je aan? Elisa en Supermotte? Want ik zie twee mensen rennen. Ja, nee, ik heb een stuk of 5 achter me aan. Oh my god, hou ze bezig. Nog maar 10 seconden. Ja, ik wil het niet weer verprutsen, hoor. Oké, ik ga naar het ijs toe. Waar ben je? Ik wil iemand slaan. Oh, ik was op het ijs aan het rennen. Heb je het gered? Ja. Nice, ik ben hier ook op het ijs. Nou, 14 hiders hebben het overleefd. Oh mijn god, die zoekers hebben het echt heel slecht gedaan. Maar dames en heren, ik vond het wel heel erg tof. Hebben jullie genoten? Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op het kanaal van mij hier beneden. Check het kanaal van Ronald. En wil je op de hoogte blijven wanneer ik nieuwe video's upload? Druk dan even op dat belletje beneden naast de abonneerknop. Dan blijf je op de hoogte van de nieuwste video's.